Ik denk dat ik me meer wilde bemoeien met de maatschappij en meer daar een inkijkje in wil hebben om te zien hoe dat nou eigenlijk allemaal gaat achter de schermen. Het leukste vind ik eraan om te doen is dat je echt actief bent met de jongeren in Groningen te vertegenwoordigen. Je hebt echt het gevoel dat je wat aan het bereiken bent binnen de provincie. Best wel vaak gaan volwassenen dan wat verzinnen, zeg maar, wat zij denken dat een goed idee is. Terwijl wij dan zoiets hadden van, nou ja, dat is leuk bedacht, maar het gaat niet werken. Ja, ik vind het wel interessant om mee te praten over het beleid van de provincie Groningen en de jongeren te behartigen. Want uiteindelijk gaat het inderdaad iedereen aan. Jongeren, daar is toch wel een hele grote portie onder de 18 jaar, dus die mogen nog niet stemmen. Dus daarom is het juist belangrijk dat vanuit een jongerenteam zoals wij, dat we dan toch nog aan die politici, aan de ambtenaren daar vertellen wat er belangrijk is voor die jongeren. En dat proberen wij dus zo goed mogelijk te doen voor ze. Een voorbeeld is het OV-bureau, openbaar vervoer. Je hoort vaak dat heel veel jongeren ook kritiek hebben op het openbaar vervoer, maar ik zit er juist om die kritiek dan op te nemen en er concreet wat mee te doen. Om naar oplossingen te zoeken samen met het OV-bureau. We hebben een gesprek gehad met twee mensen van het OV-bureau. Nou, eigenlijk was dit een beetje nog een oriënterend gesprek. Ze kwamen hier eigenlijk nog zonder verwachtingen, denk ik. En zijn gewoon gaan kijken, kunnen zij hulp gebruiken van de jongeren? En zijn er dingen die wij leuk vinden en interessant vinden om te verbeteren? Het zou wel interessant zijn om te zien van waar komen zij dan eigenlijk mee? Wat voor soort vragen, wat voor soort onderwerpen? Daar kunnen wij altijd van leren ook zelf. Ik vond het gesprek heel goed gaan. Ik ben zelf ook geïnformeerd en ik ben achtergekomen dat er heel veel mogelijkheden zijn. En die gaan we zeker aangrijpen. Wij zijn er in principe voor om de stem van jongeren te vertegenwoordigen. Dus ze kunnen altijd contact met ons opnemen. En dat ze ook niet met meteen een hoogstandje hoeven te komen, maar gewoon kleine ideetjes zijn ook wel welkom. Zodat je het uiteindelijk als jeugd alleen maar zelf beter hebt.